Zuur, heel zuur. Ja, teleurgesteld. We hebben verloren. Je schorsing zit erop. Je mag weer terug. Je begint als back. Je 2-0 bij rust. Achter. 1-2. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Allereerst ben ik blij dat ik weer mag voetballen. Lang genoeg geduurd, die 3 weken. En terug op de wedstrijd, ja, zuur. Heel zuur. Ja, teleurgesteld. We hebben verloren. Dus... Ja, hoe ik erop terugkijk, ik denk dat het gelijkspel over het geheel verdiend zou zijn. We hebben wel veel balbezit gehad. Alleen denk ik te weinig gecreëerd om echt aanspraak te maken op een overwinning. Hun krijgen denk ik 3 mogelijkheden, schieten er 2 in. En wij krijgen ook mogelijkheden en scoren er maar 1. Een beetje een hele korte conclusie. Bepaalt Dayton er ook dat jullie een beetje stroperig spelen? Nee, dat bepaalt Dayton niet. Dat doen we echt zelf, denk ik. Al vond ik zelf dat we niet heel erg slecht voetbalden. Alleen, we creëren niet heel veel kansen. En de kansen die we krijgen met een beetje geluk, bij 0-0 maken we 1-0. Maar die gaat via de lat, via de paal. Ik weet niet hoe die precies ging. Die ging niet over, ja. En we krijgen nog geen eens een kans. Die valt gelukkig eroverheen. En is 1-0, 0-1 achter. En een beetje in het... Hoe wij de laatste tijd draaien, komt die best wel hard aan natuurlijk. Ja, het is een teleurstellende start voor ons. Ik bedoel, we hadden er met z'n allen meer van verwacht, meer van gehoopt. En, maar goed, op het moment dat de competitie begint, moet je het op het veld laten zien. Is er al een moment van wanhoop of valt nog mee? Ja, wanhoop is hetzelfde als dat je de handdoek in de ring gooit. En dat is natuurlijk een slechte instelling. Dat niet, maar het feit is wel zo dat we echt terug weer moeten naar de basis. En van daaruit weer op gaan bouwen. En die 0-2, die viel op een andere manier. Hoe kijk je die terug? Die maakt hij denk ik zelf, maakt hij die nooit meer. Hij schiet hem geweldig binnen, maar ja. Misschien mag hij ook wel niet zo ver komen, dat is ook zoiets. Je had vandaag een beetje een verdedigende rol. Regie had je achterin. Een beetje punten achter. Is die rol voor jou bevallen of heb je zoiets van nou toch wel liever wat meer de spunt naar voren? Nou, in principe heb ik de hele voorbereiding competitie vanuit die rol gespeeld. En bevalt me goed. En je hebt zelf wel heel goed gespeeld? Ja, maar als je verliest, dan al speelde ik fantastisch, dan als ik verlies, dan maakt het allemaal niet uit. Volgende week naar de Stadpost toe. Er worden nog een paar goede gesprekken gevoerd of is het al gewoon volop erop? Nee, nou ja, goed, ik denk dat iedereen weet voor zichzelf hoe die gepresteerd heeft en hoe het gelopen heeft vandaag. Ja, in feite is gewoon dat we met z'n allen hard moeten werken. En goed, die gesprekken, dat is leuk, dat kun je 1 keer doen. Maar uiteindelijk moet je op het veld gaan trainen en vertrouwen krijgen en van daaruit weer gaan voetballen. Stadpost, hoe kijk je daar tegenaan? Een hele andere wedstrijd dan dit. En wij moeten gewoon winnen. Dus wij gaan daar alleen maar 1 om 3 punten te pakken. Dat is het doel en daar gaan we vol voor.